Jack Honsbeck, gefeliciteerd met de overwinning. Staat er een tevreden trainer tegenover me? Wat betreft het resultaat wel, speelbeeld, daar kan je over twisten. Maar ja, het was echt een wedstrijd waarbij het alle kanten op kon, vond ik zelf. Waarbij wij heel slordig met de kansen zijn omgegaan. Valt dat je ploeg ernstig te verwijten en dan vooral de reden, er staat niet zo heel veel meer op het spel voor VVSB. Al lang veilig, niks meer naar boven te winnen. Ja, dan kan je dit ook misschien wel een beetje verwachten. Ja, maar als je gewoon gedreven bent en je wilt zo hoog mogelijk eindigen, ja, dan moet je dit soort wedstrijden ook gewoon serieus aanpakken. Niet dat we dat niet hebben gedaan, maar als ik zie hoeveel kansen wij om zeep hebben geholpen in deze wedstrijd, ja, dan dat neem ik dan wel mijn ploeg kwalijk. Wat verwacht je er nog van ze in de resterende duels? Nou, kijk, tegen Tek thuis, dat zal toch in het teken staan van afscheid van Vladimir en van Peter van der Slot. Ja, en hoe dat gaat, ja, dat zullen we wel zien. Tek die zal met hun bedoelingen het ons zo moeilijk mogelijk maken. Ja, dat zullen wij ook gaan doen natuurlijk. En het is onze laatste thuiswedstrijd. Nou, de statistieken zijn zodanig dat wij thuis heel weinig punten pakken dit jaar. Nou, misschien is het wel een mooie afsluiting en voor Vla en voor de club. En voor Peet, om de 3 punten thuis te houden. Ben je in je hoofd al een beetje bezig met volgend seizoen? Je hebt natuurlijk dan vanaf dag 1 de regie in handen. Dat je je plannen een beetje kan gaan smeden en dergelijke. Ja, we zijn achter de schermen wel bezig. Maar we proberen eerst dit seizoen tot een goed einde te brengen. Ja, maar ook op het veld bijvoorbeeld, dat je een keer wat tactieken gaat proberen van andere spelers. Ja, nou, dat doen we ook. Zoals je ziet hebben wij nu Tim de Rijk eruit gehouden, Jelmer Veilbrief en Frans van Niel die op de terugkomende weg is. En Mootje is dan geblesseerd. Mm-hmm. Nou, we zijn wat opties aan het creëren. Nou, dat doen we al een wedstrijd of 3-4. Ja, dat opent weer perspectief. Wel een luxe voor een trainer in de tweede divisie die zich gewoon nu al daarmee kan bemoeien. Sommigen zijn nog volop in de race om de titel, die kunnen niks proberen. Ja. Heel veel ploegen strijd tegen degradatie. Ja. Ja, ik kan gewoon nog eens lekker oefenen. Ja, maar dat is ook wel een beetje de tweede divisie. Hè? Zo lang mogelijk wegblijven van de streep. Kwalitatief gezien denk ik dat wij niet in aanmerking komen voor kampioenschap. Nou, dat zegt de ranglijst ook. Nou, dan kan je best wel wat vrij voetballen. Neem niet weg dat wij ook in een benarde situatie hebben gezeten in december. Ja. Daar zijn jullie heel knap uitgekomen. Ben je al met al trots op hoe het seizoen bijna verlopen is? Ja, ik denk het wel. Kijk, het is niet gezegd dat vanuit een bepaalde trainerswissel dat de groep daar zomaar overheen stapt. Aan het begin van het seizoen natuurlijk ook de trainerswissel. Nou, halverwege het seizoen de trainerswissel. Nou, en dan denk ik dat je aan het einde van de rit, we hebben nu 48 punten. Ja, misschien dat we nog 1 of 2 in ieder geval punten erbij kunnen sprokkelen. Maar ik denk dat we kunnen terugkijken op een heel goed seizoen.